Eén keer per jaar vinden de Rabo Talentendagen plaats. Een selectiemoment voor jonge talenten op het KNAS-centrum in Ermelo. De bondscoaches bepalen samen met scouts en trainers welke deelnemers geselecteerd worden voor de regiotrainingen. Dit jaar maken de Paralympische sporters voor het eerst ook deel uit van de Rabo Talentendag. Nou, daar ben ik heel blij mee, want je ziet gewoon dat het integreren van deze paradressuur met de gewone dressuur, springen en eventing, dat zorgt voor aanloop, dat zorgt voor belangstelling, ook van andere disciplines. En dat draagt dus ook weer bij aan een breder draagvlak voor deze tak van sport. Niet alleen bondscoach Joyce Heutink vindt de integratie een goede stap vooruit. De paratalenten zelf ook. Nou, normaal dan zit alles apart. Dan heb je de spring- en dressuurruiten en de parenruiten komen erachteraan. En dat is nou niet. Dat is nou allemaal één. Vorig jaar was het apart. Het was natuurlijk ook gewoon heel speciaal. Ook veel coaches die daar waren en ook heel veel ruiters. Maar ja, nu zie je gewoon dat ja, het hoort erbij. En het hoort er eigenlijk ook bij. Dat heeft niks met rijden te maken. Nee. En dan kun je ook een proef netjes afwerken. Huh? Zo, en weer een beetje lengte geven. Vond je het spannend om hier vandaag te rijden? Ontzettend spannend. Ik heb eigenlijk vannacht niet van geslapen, want ik denk ik sta straks hartstikke voor gek of zo. Maar eigenlijk ging het hartstikke goed, dus ik ben hartstikke tevreden. De meeste talenten kun je wel redelijk snel scouten hoor. Je ziet al wel redelijk snel hoe iemand erop zit en hoe een paard zich voortbeweegt. Hoe ze samen communiceren, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat is niet alleen het belangrijkste, ook de coachbaarheid is gewoon heel belangrijk. Hoe pakken mensen dingen op? Hoe begrijpen ze het eigenlijk wel wat je bedoelt? En kunnen ze dat weer overbrengen op hun paard? Ja, en daarvoor heb je dan toch wel net even dit half uurtje nodig. De talenten werden beoordeeld op hun kunnen en kregen na afloop nog een aantal tips mee. Nou, ik heb in ieder geval een hoop huiswerk meegekregen, dus ik verwacht dat we heel hard gaan trainen thuis en dat we goed vooruit gaan. Ik heb een Fries en Friezen zijn natuurlijk, die lopen al gauw te diep. En dat is ook een beetje ons probleem, want ik mis een beetje balans en dan ga ik allemaal zitten houden aan de voorkant. En dan loopt hij eigenlijk altijd te diep. Ik moet loslaten en gewoon mijn eigen paard gewoon eigenlijk laten lopen. Ik doe gewoon te veel. Ik wil te veel, ik geef te veel gas en ik trek er te veel aan. Volgens de bondscoach staat de ontwikkeling van de Paralympische sport niet stil. Dit zijn dan wel de ruiters die nog niet in een kader zitten bijvoorbeeld. Maar als de sport in de breedte groeit en het krijgt meer draagvlak, dan komen er meer wedstrijdruiters. Concurrentie zorgt altijd voor verbetering. Gaan de scores misschien wel weer omhoog. En dat is eigenlijk wat we dit jaar ook al gezien hebben. En als de top weer verbreedt, dan kunnen we straks weer aan de bovenkant gaan knippen en snoeien. En dan gaan we aan de onderkant weer verder met groeien. Dus dat is heel goed. Nou, er staat nog wel eventjes wat op het programma dus. Zeker, ja. Ik heb goede hoop voor de toekomst en een dag als vandaag draagt er absoluut aan bij.